HHC won namelijk alle drie de thuisduels dit seizoen. Er komt dus een einde aan één van beide series. Of de ongeslagen reeks van HHC of aan het smetteloze blazoen van Katwijk. Eerste aanval van de wedstrijd van Katwijk met plat. En daar springt Benny van Noord heel hoog en komt prachtig binnen. De bezoekers op voorsprong het eerste doelpunt van dit seizoen van Noord. En de vijfde assist al van linksback plat. Een ongelofelijk aantal. Het antwoord van HHC via Werkman. Hij wordt genoeg gehinderd door Raoul Essenboom. Het is wel een open wedstrijd zonder al te veel grote kansen. Katwijk wel met het meeste spelaandeel. Schet is dichtbij, maar vergroot de voorsprong niet van Katwijk. De ploeg die dus al 6 keer op rij won dit seizoen. En niet tegen de kleintjes hoor. Nee, kwam al bijna de complete top 6 tegen en won al die keren. Hier Schet opnieuw. De aanval is mooi en dan is Werkman die de bal onhandig wegwerkt. En Mengerink nog niet met zijn 6e doelpunt van dit seizoen. De bal gaat via Zarbaf op de paal. Al die kansen voor Katwijk geeft een wat vertekend beeld, want het is een gelijk opgaande strijd. Maar de beste aanvallen zijn dus van de bezoekers voor rust met opnieuw Schet. Die zoekt het doel iets te hoog en zo blijft het slechts 1-0 voor Katwijk in de eerste helft. Mengerink. Als Katwijk ook weer ten aanval trekt in de tweede helft. Paul de Lange, veel lopende spelers. Maar de Lange gaat voor zijn eigen succes. Dat is niet de juiste keuze. Van Noord, tot nu toe de enige doelpuntenmaker. Mengerink draait mooi weg. Daar, Mengerink nog altijd. Dan is er heel veel ruimte voor Suzanne. Die wordt prachtig vrijgespeeld. Dit had een beter lot verdiend. Zo zie je maar weer dat Katwijk uitstekend kan voetballen. Maar ook af en toe wegzakt. En dat gebeurt eigenlijk gedurende de tweede helft. Eerst is hier nog een kopballetje van Werkman. Maar langzaam maar zeker dringt HHC aan. Van der Leij. Goed voor zijn man gekomen. Maar net niet goed genoeg richting kunnen geven. Katwijk steeds meer in de verdrukking. Maar ja, pas 3 tegentreffers. Ze kunnen dus ook gewoon uitstekend verdedigen. En dat blijkt maar weer. Dit is de laatste kans voor Paus. Maar die gaat er niet in. Ook wedstrijd nummer 7 wordt gewonnen door Katwijk.